je in de vreemde zet en je leest in een krant van die mooie oude stad in het verre Nederland. Dan kruipt er iets bij je omhoog, dan duurt het je overal pijn. Dan denk je dikwijls bij jezelf, wat zou ik er graag zien? Welkom bij Kruipen in de Regio. Ook vandaag gaan we weer de streek in om te praten met mensen die iets hebben met de plek waar ze wonen. Vandaag zijn we in Wijchen. De gast vandaag in Kruipen in de Regio, de bekende niftrekkenaar Gijs van Dijk. Gijs, hartelijk welkom in kasteel Wijchen. Je bent geboren en getogen hier. Ik ben geboren en getogen in Wijchen. Ik ken Wijchen eigenlijk vanaf mijn jeugd. Bewust vanaf mijn vijfde. Ja. De ontwikkeling van Wijchen heb ik helemaal eigenlijk meegemaakt en ook gevolgd. Ik ben altijd geïnteresseerd in de historie van en de wetenswaardigheden in Wijchen. Het was natuurlijk toen je vijf was heel anders hier. Ik denk dat als je nu vijfjarige hier opgroeit, dat het totaal anders eraan toe gaat dan toen. Duidelijk. Ik heb de tijd meegemaakt van naoorlogsontwikkelingen, de wederopbouw. In Wijchen was niet echt wederopbouw, maar de naoorlogse ontwikkelingen met uitbreiding, vernieuwing van scholen. Alle oude scholen bij de nonnen verdwenen, er werden nieuwe scholen gebouwd. Hier in Wijchen waren het nog echt duidelijk gescheiden scholen, de jongensschool en de meisjesschool. Er was echt een strikte scheiding. Er lag echt een weg tussen twee scholen. Dat is pas in de jaren 70 is daar eigenlijk een beetje samengekomen. Werd er vaak overgestoken. Ja. Ja. Dat geloof ik, Griff. En hoe was het leven zoals je dan uit school kwam? Wat deed je dan zoal als jonge Gijs? Ja, er was van alles. Er waren geen moderne snufjes net als tegenwoordig. Je moest wel buiten spelen, dus fietsen verbouwen en crossen van de Molenberg af op de Molenberg spelen. De molen was toen gruwelijk in verval. Dat was een gevaarlijk object in de gemeente. Er werd veel gespeeld, terwijl dat helemaal niet mocht, want onze ouders waarschuwden ons altijd van kom niet in die molen, want je vergerongelijkt daar. Mm-hmm. Maar toch was het... dat trekt dan, hè? Een trekker om toch zo hoog mogelijk in die molen te komen. En dat is altijd goed afgelopen, want er is nooit iemand verongelukt. Ja, ja. Dus, en dan waren er bepaalde zaken die je dan in die tijd bijvoorbeeld in de winter at, wat je tegenwoordig echt niet meer tegenkomt in de keuken? Nou, wat eten betreft, ben ik nog behoorlijk ouderwets. Dus nog balkenbrei en gebakken bloedworst en dat staat nog steeds op mijn menu. Ja, maar menige jongeren die kennen dat niet. Nee, he? Die kennen dat niet meer. Nee, nee. En als ze het al kennen, dan trekken ze er zo'n gezicht bij. Dat is dus het niet. Ja. Nee, nee. Ben je ook in je jeugdige jaren, ben je toen ook hier in Wijchen gebleven? Veel mensen zijn toen ergens anders naar de middelbare school gegaan. Nee, ik ben altijd in Wijchen gebleven, want in Wijchen hadden ze in de tijd een LTS. Ja. En mijn vakrichting, wat ik altijd al geweten had, was timmeren. Dus dat kwam hier mooi uit op in Wijchen. En toen begon ook de periode natuurlijk van het stappen en de meisjes en de jongens die wat nader tot elkaar kwamen. Hoe zag dat eruit in die tijd? Nou, hier in Wijchen was er redelijk qua uitgaansgelegenheid. Ja. In mijn tijd
was voor ploegen in de Woezekun een grote trekker. Maar ook hier bij Sterrenbosch, ja, voormalig Saal Vonk, was ook zijn uitgangsgelegenheid waar nog alles wat te doen was. En dan ja, buitenom, veel Brabant in, Zeeland, Ude. Met de brommer? Met de brommer, ja. Ja, wat voor brommer als vragen mag. Eerst een Poeg en daarna een Yamaha. Oké, dat kwamen de Japanse merken in. Ja, geweldig zeg. Ja, ja, leuk. Heb je er nou goede herinneringen aan, Gijs? Aan die tijd? Ja. Hele mooie tijd. Ja. En ik weet toevallig dat je de laatste tijd ook gewoon heel erg actief bent met het Van Wiegense Boije. Hoe is dat dan gekomen? Want er ligt hier iets op tafel, hè? Van Wiegense Boije, ja. Anderhalf, twee jaar terug kwam ik een kennis tegen en die zocht een pastoor. Oké. En omdat ik in Neftrek bij onze carnavalsclub al 25 jaar de pastoor speel bij de boer Bruiloft, had hij mij eigenlijk op het oog. En er moest een fotoreportage gemaakt worden voor een of ander omslag van een boek. En de fotograaf Walter Jensen die was daarmee bezig. En op een bepaald moment was hij aan het knippen en hij zegt, verrek, dat is wel iets voor een stripverhaal. En toen is er eigenlijk, dit was de eerste strip die, fantastisch, die uitkwam. Ja, nu al een aantal jaren geleden al. Nou, anderhalf jaar, twee jaar terug. Twee jaar terug. Ja, in juni, de aspergietijd was er. Is die eerste strip gemaakt en daarna hebben we er nog 11 gemaakt. Ja. En het is nog niet afgelopen, maar er staan er nog wel op de rol. Ja. En nou hebben we er 12 en daar hebben we een verjaardagskalender van uitgegeven. Geweldig. Het was zo leuk om daar iets meer mee te doen als alleen maar in de wegwijs te publiceren. Maar je noemde net, hè, 25 jaar op pastoor bij de carnavalsvereniging. Ja. Hoe dan? Ik bedoel, 25 jaar. Elk jaar weer heb je inspiratie om die pastoorrol neer te zetten. Ieder jaar hebben we een nieuw boer-bruidspaar. Ja. Om een leuke middag te organiseren, moet je iets hebben om mee te beginnen. Dus de boer bruiloft met alle toeters en bellen van echtverbintenis door de burgemeester en de pastoor. En daarna een goede boerenmaaltijd. En 25 jaar terug in, even kijken, 93 is dat ontstaan met de Golfoorlog. Toen werd in Wiegen de optocht afgelast in meerdere plaatsen vanwege de Golfoorlog. Met de wereldsituatie. En toen bedachten wij, ja, dan hebben we niks te doen op zondag. En toen hebben we de boer bruiloft ingevoerd. En die is sindsdien niet meer weg geweest. Ja, dus die komt eigenlijk gelijk op met carnaval in dezelfde periode. Ja. Geweldig. En dan ben jij de pastoor. Dan ben ik de pastoor, ja. Ja, ja. En dan geef je ook het zegen aan het bruidspaar. Ja, ik... Ik zegen het in. Geweldig. Mooi. Er is veel veranderd, hè, Wiegen, dat vertelde je net al. Zo zijn er ook wel veel wijken bijgekomen, veel mensen van extern bijgekomen. Wat heeft dat met de gemeenschap van Wiegen gedaan? De gemeenschap is... het is allemaal groter en verstedelijkt. Het is niet meer het dorpse. Mm-hmm. Als je in de oude wijken komt, de Valendries, en daar is het dorpse gevoel nog wel, maar als je er buiten omkomt, dan wordt het allemaal veel groter. En het is, iedereen kent iedereen niet meer, zoals het vroeger was. En de sociale controle is allemaal minder. Ik woon zelf in Neftrek, een dorpje van 400 mensen, en daar leeft dan nog veel meer. De gemeenschap. Want
je ziet overal carnavalsclubs uitsterven. En in Eftrik groeit en bloeit het als nooit tevoren. En toch trekt dat ook de jongeren om mee te doen met zo'n carnavalsclub. Ja, wij hebben nog steeds verjonging binnen de club. Ja. Terwijl op andere plekken de clubs vergrijzen. Ja, geweldig. Ja. En Gijs, over een jaar of 10, hè, met Gods wil, zoals we dat wel eens zeggen, hè, mm-hmm. waar woon je dan? In Eftrik. In Eftrik, hè? Ja. ik heb altijd gezegd, ik woon er nu bijna 44 jaar, ik heb gezegd van hier ga ik niet weg of ze moeten me wegdragen. Geweldig, geweldig. En Niftrik is ook een plaats die echt gewoon wel, het heeft zijn eigen kern, 400. Maar het is wel een dorp wat tegen Wiegen aan zit. Ja, het is een dorp, ja, ja. Er zit wel wat groene ruimte tussen. Ja, het ja. is ook gemeente Wiegen. Ja. En het is van 1813 tot 1818 zelfstandige gemeente geweest zelfs. En daarna is het samengevoegd met Wiegen. Het hoort degelijk bij de gemeente Wiegen. Maar mensen die daar wonen, die voelen zich echt iemand uit Niftrik. De meeste mensen wel. De meeste mensen wel. De dorpse samenhang is daar heel duidelijk. Nou, ik ben zelf erg benieuwd om een keer die pastoor te ontmoeten. Ja. Van de Wiegense Boijum. Van Wiegense Boijum. Van Wiegense Boijum. Ja. Dus wellicht dat nog een keer in ons programma ook terugkomt. Wie weet binnenkort nog wel een keer. Ja, oké. Okay. Ik wil je hartelijk bedanken, Gijs, voor dit gesprek. Oké, graag gedaan.